ik ben Laura Ellis, maar dat is mijn artiestennaam. En ik ga dus ja, met muziek meedoen, gitaar en dan begeleid door de piano. Ik ben nog maar 3 jaar dat ik gitaar speel en 1,5 jaar ongeveer dat ik zing. Daarvoor was dat ja, zo enkel onder de douche, maar nooit echt verder. Maar dan, ik had dan wel door dat ik dat echt wel leuk vond. Dus dan ben ik daar zo wat verder in gegaan. Maar ja, ik ben echt heel onzeker over mezelf. Dus het is allemaal zo wat aftasten en proberen. En ze zullen wel zien. Ik denk altijd van, oh, die zijn zo goed en die zijn zo goed. En ik ben maar die een dat er nog maar 1,5 jaar mee bezig is. Dus daarmee. Ik kijk het meest uit naar de moment zelf, denk ik. Want ik weet van mezelf, eens dat ik op het podium sta en dat ik bezig ben, dat ik er wel voor ga en dat ik ook, dan zijn mijn zenuwen ook weg. Dus dat is wel waar dat ik het meest naar uitkijk. Ik ga er niet van uitgaan dat ik een kans maak, eigenlijk. Want ik vind zo, er doen zoveel mensen mee met muziek en ik vind iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten. En ik ben zelf nog niet zo lang bezig met muziek en met zingen en zo. Dus ik ga gewoon zien, maar ik ga er niet op hopen. Ergens doe ik dat wel, maar ja, nee, denk het niet. Het leukste aan kunstbende is gewoon die sfeer die je hangt, die mensen die je ontmoet, nieuwe mensen, soms ook mensen die je al kent. En echt gewoon datzelfde doel dat iedereen heeft. En die creativiteit, je voelt dat echt en dat vind ik echt leuk. Voor wie zou je een song willen schrijven? Voor mijn lief, ja. Welke tegenkandidaat mag er van jou dan winnen? Die daarna mij kwam, ik weet haar naam niet, maar ze was keigoed. Hoe lang heb je hier aan gewerkt? Aan deze nummer? Dat weet ik eigenlijk niet. Niet zo lang, 2 uur of zo. En doe je volgend jaar opnieuw mee? Ja, ik denk het al. Wie won er vorig jaar in de categorie muziek? Die daar nu terug hebben meegedaan. Ja, It's My Minds and Creative Minds of zoiets. Ja.